column Hans Subbel. De blauwe belastingenvelop verdwijnt. De Belastingdienst gaat geheel digitaal. Dat is het plan van staatssecretaris Wiebes. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat de blauwe envelop een man van me heeft gemaakt. Ik kende de blauwe envelop. Mijn vader was middenstander en ik had ze vaak gezien. En ik wist wat het met mijn vader deed en mijn moeder. Blauwe enveloppen konden de sfeer in huis volledig doen omslaan. Alsof de lichtheid van het bestaan opeens ondraaglijk werd. Dagenlang lag de blauwe envelop ongeopend op het dressoir om iedereen geestelijk klaar te maken voor de mogelijke gevolgen. Wij waren thuis bang voor de blauwe envelop. Angst. Angst voor de gevolgen. Zouden we op zondag nog wel vlees eten? Was broodbeleg überhaupt nog in vragen? En opeens was het zover. Je voelde dat het ging gebeuren. Pa pakte de brievenopener, ma een doos tissues en alle kinderen zaten stil in een andere kamer te wachten op wat ging komen. Eigenlijk gebeurde er niet zoveel. Meestal was het een mededeling dat ze iets moesten insturen op tijd of zo. Maar ik voel nog steeds de spanning. Het heeft een man van me gemaakt. Mijn eerste blauwe envelop heeft me 3 dagen gekost. Later werd ik er beter in. Ik maak ze nu open terwijl ik van de grond oppak. Kom maar op, ik kijk het beest nu recht in de bek, zonder dralen. Ik ben een man. Ik zal eerlijk zijn. Natuurlijk voel ik nog wel iets van spanning. Natuurlijk trilt mijn hand, wordt mijn voorhoofd nat. En ja, ook ik voel mijn maaginhoud een klein beetje omhoog komen, zeker. Maar bij wie niet? En nu denkt u misschien, nou dan is het verdwijnen van de blauwe envelop toch een zegen. Nee, driewerf nee. En ik zal u vertellen waarom. Het is niet zomaar een brief die verdwijnt, want er is veel meer aan de hand. Waarom moet de brief verdwijnen? Omdat, daar komt ie, uitspraak Wiebes, elke brief kan een telefoontje uitlokken. Ik herhaal dit even, dit is belangrijk. Mijn hele verdere betoog hangt om deze ene uitspraak, dus even attentie. Ik heb gisteren een jonge labrador door de nazi gedaan. Is niet zo, maar ik wil zeker dat jullie luisteren. Nu komt hij echt. Staatssecretaris Wiebes zegt dus, elke brief kan een telefoontje uitlokken. Precies. En nu komt het vervelende aapje uit de mouw. Ze willen geen telefoontjes meer. Dat hele gedoe met digitalisering is een omtrekkende beweging om geen direct menselijk contact met ons te hebben. Want het raar is, een e-mail kan natuurlijk ook een telefoontje uitlokken. Dus dat maakt helemaal niet uit. Of zouden mensen bij een brief denken, ik ga lekker bellen. En bij een e-mail denken, laat ik maar niet gaan bellen. Ik heb heel vaak een e-mail dat ik denk, laat ik maar gaan bellen. Krijg ik een e-mail van iemand en die zegt of ik even wil bellen, dan ga ik toch gewoon even bellen. Dan denk ik niet, dat had je met een brief moeten vragen. Wat bedoelt Wiebes dus echt? Hij bedoelt, en dat is glashelder, en zelfs door de Russen maar op één manier uit te leggen, dat ze op de e-mail geen telefoonnummer meer gaan vermelden. Oh ja? Dat is het vuige plan van deze doorgewinterde bestuurder, die trouwens in zijn huis 13 opgezette tackles heeft staan in hele rare posities in zijn slaapkamer. Zijn geruchten, maar zou zomaar waar kunnen zijn. Ze willen geen telefoontjes en wij wel. En dat is nou precies mijn punt. Ze willen geen menselijk contact. Want alles door de computer laten afhandelen is goedkoper en makkelijker en laf. En niet leuker, want leuker kunnen ze het niet maken. Elke brief kan een telefoontje uitlokken. Hij zei het echt. Wiebes maakt het menselijk systeem contact kapot en levert ons over aan een computersysteem. En ik wil dat niet, niet. Het is een beweging die steeds verder oprukt en meer kapot maakt in Nederland dan 2 miljoen Syrische asielzoekers met een volle zak ooit zouden kunnen. Bij het Centraal Justitieel Incassobureau is het ook al zover. Alles automatisch, niks, geen menselijk contact. Het is wij tegen de computer, want dat is al lekker goedkoop. Menselijk contact wordt gezien als te duur. Menselijk contact is een levensbehoefte. Ik wil een mens spreken, je verhaal kunnen doen, je hart luchten, vragen kunnen stellen. Niks irritanter dan een computerprogramma moeten communiceren. Vreselijk. Elke brief kan een telefoontje uitlokken. Dat zegt ook wel iets over die brieven. Want schijnbaar lokken die telefoontjes uit. En straks gaan die e-mails natuurlijk ook telefoontjes uitlokken. Maar dan kunnen we niet meer bellen. Lekker dan. Staatssecretaris Wiebes, zoek uw schreden en keer erop terug. Wees een mens onder de mensen. Dank u wel. Dank u wel.